Dag kijkers van TDW, welkom bij een vlog midden in de week, dinsdag, midden in de week, bijna midden in de week. We gaan vandaag de Q&A doen. De Q&A is gevraagd. Er zijn een heleboel vragen gekomen, dus ik ga gewoon lekker Q&A doen. Het is niet van het weekend gekomen, ik heb namelijk de afgelopen weekend allemaal andere dingen gedaan. Daar neem ik het nu op, dus een soort van weekendvlog, maar toch niet helemaal, want het is een Q&A vlog. Zoiets. Dus we gaan gewoon eventjes lekker de vragen beantwoorden die jullie aan mij gesteld hebben. Ik heb eventjes gekeken en het verschilt van het een naar het ander. Dus het is superleuk. Zullen we even kijken naar de eerste vraag? Ja, ik denk dat... Ik heb geen flauw idee. Pac-Man, Space Invaders. Ik denk dat een van de eerste spelletjes zijn geweest die ik speelde. Nee, jawel, ja. Vroeger hadden wij ook op een gegeven moment... konden wij op internet. Dat ging nog allemaal via de telefoonlijn. Voor de mensen die nu 12, 13 zijn, is dat misschien raar om te horen. Maar dat ging allemaal nog via de telefoonlijn. Dus wij konden op internet. En er zat mijn vader, die zat naast me. En dan gingen wij spelen.nl gingen we openen. Of iets dergelijks. En dan stonden we een kwartier te wachten totdat de pagina geladen had. En dan gingen we nog een Looney Tunes spelletje doen. En toen was het alweer voorbij. Maar als je echt kijkt naar de eerste echte game die ik echt gespeeld heb, dan moet dat toch Age of Empires zijn. Age of Empires was gewoon geniaal. Misschien zit ik zelfs nog, misschien daarvoor nog, Star Wars Pod Racing, iets in die trant. Het is in ieder geval echt super lang geleden. We hadden vroeger ook nog een dat kan ik me ook nog herinneren. Een spelletje. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Maar er zit een deuntje in. Het is een heel bekend deuntje, want het is van een klassiek nummer. Dat deuntje zat erin. Ik weet niet eens meer hoe het spel ging helemaal. Maar ik weet dat ik het geniaal vond. Oké, ik hoop een klein beetje dat ik je vraag beantwoord heb. Rage Junkies is de clan waar ik in zit, maar mensen verwarren zich nog wel eens dat ik zeg maar echt opperleider ben van Rage Junkies. En dat ze altijd bij mij moeten komen via Twitter en berichtjes en zo. Of ze Rage Junkies mogen joinen. Het is namelijk zo, Rage Junkies doe ik erbij, vind ik leuk. Zitten veel mensen in waar ik al 2 jaar mee game. Alleen, het is niet zo dat ik alles maar bepaal en de eisen... Het is zelfs zo dat ik stappen terug heb genomen uit de clan. Ik ben niet uit de clan, ik zit nog in de clan. Ik wil nog steeds heel veel doen voor de clan. Ik ben gewoon veel drukker met YouTube en dat weten ze daar ook. En dus ik laat het allemaal een beetje aan hun over. Wil je meer weten over Rage Junkies? Voeg Dropbox toe op PlayStation en misschien dat je eventueel een antwoord van hem krijgt. De YouTube Gathering. Ik heb een kaartje gekocht. Ik ga er zeer zeker heen. En ik heb er ook echt heel veel zin in. Het is namelijk weer compleet anders dan vorig jaar. In ieder geval van mijn perspectief af. Vorig jaar ben ik er ook geweest naar de Dutch YouTube Gathering. Ik vond er toen eigenlijk geen bal aan. En simpelweg kwam dat omdat ik toen... Ik had 100 subs en ik denk, nou laat ik er even heen gaan. En ik heb er rondgelopen. Ik ben in mijn eentje gegaan. En dan is het al een stuk minder gezellig. Ik kende er niemand en... Het was wel op zich leuk, maar ik was best wel snel uitgekeken. Ik heb het nog redelijk lang volgehouden, ben op een gegeven moment naar huis gegaan. Maar dit keer is het anders. Waarom? Omdat ik nu heel veel YouTubers ken. Ik ken heel veel van jullie ook al wat beter persoonlijk, zeg maar. Vanwege Skype, vanwege gamen en dat soort dingen. En dat maakt het heel veel leuker. Dus als jij gaat, laat het eventjes weten in de comments. Want ik heb er heel veel zin in. En zeer zeker Björn, ik ga je daar sowieso zien. Twinkerp stelde eigenlijk ook dezelfde vraag, dus die ga ik niet helemaal beantwoorden. Maar wat eet je 's ochtends op brood? Ik eet 's ochtends helemaal niks op brood. Ik eet helemaal niks op brood. Waarom niet? Omdat ik gewoon helemaal niks eet 's ochtends. Ik word wakker, ik heb een ritueel van 3 kwartier ongeveer, dat heb ik lekker rustig aan. Vroeger was het, ik kwam uit mijn bed, deed aankleden, douchen, tanden poetsen en was weg. Nu ietsje rustiger. Ik ga lekker zitten, doe mijn dingetje, maar ik eet niet. Waarom eet ik niet? Omdat ik eigenlijk 's ochtends nooit echt trek heb en ik krijg het gewoon niet echt lekker door mijn keel heen. Brood vind ik niet echt super fijn 's ochtends, behalve als ik echt heel veel trek heb of als ik uit ben geweest. Dan heb ik 's ochtends wel altijd trek. Daarom lunch ik gewoon altijd wat steviger. En dan eet ik eigenlijk standaard altijd hamkaas. Hamkaas, zo lekker. Heerlijk, op een bolletje. Oké, dit is wel een vraag waar je eigenlijk heel lang kan over uitbreiden. Maar als ik eventjes ga kijken of er een mogelijkheid is om Black Ops 2 te uploaden.
Ja, misschien. Ik bedoel, het blijft kot. En het blijft een oude kot. Dus dat komt wel weer eens een keertje op mijn kanaal. Maar meer? Nee. Ik ga niet meer Black Ops 2 spelen. Want ik heb daar gewoon geen zin in. En zelfs... En dan heb je misschien een kleine, heel klein stukje uit een vergelijking. Vergelijking tussen Black Ops 2 en Ghost. Dat is... Dat ik Ghost net ietsje beter vind dan Black Ops 2. Ietsje. Maar Black Ops 2, dat blijft gewoon de slechtste kot ooit. Misschien World of War, maar die heb ik nooit gespeeld. Nee, Black Ops 1. Black Ops 1 is de slechtste. Black Ops 2 die zit er tegenaan. En dan Ghost daaronder. Een vergelijking tussen Ghost en Black Ops 2 kan je gewoon niet maken. Ik bedoel, het zijn twee verschillende spellen. Het is van twee verschillende makers. En de ene, Treyarch, die heeft bepaalde punten waar zij beter in zijn. Infinity Ward heeft zijn punten waar ze beter in zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de hit detectie in Black Ops 2... Verneukt in Ghost. Geniaal goed. Mappen in Black Ops 2 vind ik echt heel mooi. Ghost 1 of 2. Je kan het niet vergelijken. Ze hebben allebei sterke en minder sterke punten. Maar ik moet zeggen, ze moeten gewoon een hoop en een hoop en een hoop meer gaan luisteren naar hun spelers, hun kopers, hun publiek. Ik ga deze op de kapstok hangen, Dino, speciaal voor jou. Ga ik die gewoon in een aparte video ga ik die behandelen. Waarom? Ik weet het nu niet uit mijn hoofd. En ik heb het niet allemaal op een lijstje staan. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik ga eens kijken naar top 10 van games die ik ooit gespeeld heb. Dat ga ik voor jou speciaal in een aparte video doen. Ik hoop dat je dat goed vindt. En anders mag je me op de Dutch YouTube Gathering slaan. Oké? Okay? Ja, wat zou ik nou doen op het moment als ik... De allerlaatste mens op aarde was. Dit is een leuke vraag, want ik denk dat iedereen deze vraag wel aan zichzelf heeft gesteld. Wat zou jij doen als je de allerlaatste mens op aarde was? Er is niemand meer, dus je kan geen seks zeggen of iets dergelijks, want er is verder niemand. En dieren, nee, daar ben ik niet zo fan van. Niet zo fan van. Ik ben er niet zo fan van, zeg maar. Ik moet zeggen dat ik niet zo fijn vind. Ik ben dus de allerlaatste mens op aarde. Wat zou ik doen? Het allereerste wat ik zou doen, echt waar, ik zou naar een autodealer of iets dergelijks gaan. Dan zou ik gewoon een Lambo of Audi of een Jack, gewoon echt een fucking vet brute kar, daar zou ik de snelweg op gaan. En dan zou ik gewoon mijn hele leven eruit rijden. Gewoon wam, gewoon gassen en gewoon heerlijk lekker knallen. Dat zou ik als eerste doen, als ik dan, of misschien wel de hele tijd. Nou, ik denk dat ik daarmee begin. Ik denk dat dat wel leuk is. Deze die komt zo nu en dan eens terug. Maar als je al mijn video's zou kijken, dan zou je hem weten. Maar dat doet niet iedereen, dat snap ik ook wel. Nee, ik ben niet nog steeds gestopt met roken. Want dat is op een gegeven moment gefaald. En dat kwam op de feestjes en dingetjes. En dan gaat het op een gegeven moment van een naar de ander. Dus nee, ik rook gewoon weer. Oké, wat zou ik dus absoluut wel en absoluut niet willen in COD van 2014? En dit kan echt heel uitgebreid worden, dus misschien dat ik hem ooit nog eens uitgebreid ga behandelen. Ja, ik zou alle bijzaken zoals granaten, lethals, tacticals, dat soort bullshit, die zou ik weg willen hebben. Nee, ik ga hem weghalen. Nee, vergeet dat wat ik gezegd heb. Wat ik absoluut niet zou willen in een kot, zijn campers. Nummer 1. Campers. Dat is gewoon nummer 1. Campers. Campers mogen weg. Campers mogen gewoon verdwenen. Schiet ze van de aardbodem af of zo. Je kan ook zeggen van campers, hè? Rot gewoon op. Geen campers in de game van 2014. Ik neig toch naar Call of Duty. Call of Duty blijft bij mij gewoon altijd een bepaalde... gevoel triggeren waardoor ik het wil spelen. Zelfs als speel ik het een maand niet, dan kom ik weer terug bij Call of Duty en dan kan ik het zo weer, bam, kan ik het er spelen. Het is ook de enige game waar ik gewoon uren en dan uren en weken achter elkaar kan spelen. Call of Duty dus. Wat was mijn droombaan? Mijn droombaan? Ach joh. Ik heb heel veel verschillende droombanen gehad, zeg maar. En één daarvan, dat was toen ik een jaar of 6 was. Ja, nee, 6. Laten we gewoon zeggen 6. Kan ook 5,5 zijn, kan ook 6,5 zijn.
maar daar in de buurt, zeg maar. Ik kan me herinneren dat mijn moeder mijn kamer binnenkwam en aan mijn bed vroeg van Giel, wat zou jij later willen worden? En toen antwoordde ik heel serieus, ik wil een popster worden. Ja. Ben ik dus niet geworden. Maar het was wel een hele leuke. Daardoor was ik ook, toen ik 8 was, heb ik een gitaar gekocht en kon ik er nog steeds geen bal van. Ja, dat was toen ik een jaar of 6 was. Toen ik iets ouder werd, toen is dat veranderd naar piloot. Ik wilde piloot worden. Het was piloot. Ik wil piloot worden. Ik wil vliegen. Is het ook niet geworden? Ook is dat niet mijn droombaan geweest of zo. Ik heb nooit echt droombanen gehad. Maar dat waren wel dingen die ik echt graag wilde toen. Toen wilde ik het leger in. Is het ook niet geworden. Om één reden. En dat was dat ik niet uitgezonden wilde worden. Vanwege eventueel als ik ooit een gezin zou hebben. En nu is mijn droombaan glazen. Nee, grapje. Gastrollen kan je eigenlijk bij mij altijd insturen. Gastrollen zijn in zekere zin altijd welkom, maar ik ben wel streng. Er zijn weinigen die gastrollen insturen en uiteindelijk ook op mijn kanaal komen. Waarom? Er moeten wel bepaalde kwaliteiten aan een video zitten. En niet dat mijn video's nou van... Dat is het toppunt, dat is het beste wat er is. Maar ik bedoel... Er moet wel HD gekeken moeten kunnen worden. Een stem moet wel goed klinken. Er moet wel een logisch verhaal in zitten. Er moet wel van alles en nog wat. Er moet wel kwaliteit in zitten. En op het moment als ik gewoon denk... Of ik vind het vervelend of ik val in slaap. Want dat gebeurt heel af en toe. Nee, dan komt de gastrol niet op mijn kanaal. Maar je mag altijd naar mij toesturen. Link staat in de beschrijving van mijn e-mailadres. Daarin kan je hem altijd sturen via WeTransfer. En ik kijk ze altijd. Ik kijk ze altijd. En niet altijd helemaal. Maar zeker minstens een kwart voordat ik beslis. Nee. Dat past een mens niet in. Dat gaat variëren. Sowieso Call of Duty Ghost. FIFA 14. Battlefield 4 ga ik waarschijnlijk wel weer kopen. Nou, er komen nog veel meer games gewoon uit. En die wil ik gewoon allemaal ook gaan spelen op de PS4. Maar in ieder geval deze drie laten we daar maar gewoon gaan beginnen. En vergeet sowieso niet Assassin's Creed. Dat vond ik gewoon briljant. En ik heb niet uit kunnen spelen. Mijn favoriete zanger / zangeres / band. Tja, dit is ook weer een vraag waar ik niet zo heel makkelijk antwoord op kan geven. Waarom niet? Mijn muzieksmaak is zeg maar heel groot. Ik heb nooit een band of een zanger of een zangeres aangehangen van... Please! Je bent geweldig! Daarom, als ik ga denken, wat is nou mijn favoriete zanger, zangeres, dan zou ik op dit moment denk ik Walk of the Earth. Dat is, vind ik, zo'n geniale band. Zo geniaal. Die kunnen mij gewoon echt gewoon heerlijk lekker vermaken met hun muziek. Dus, en dat komt van YouTube af. Dat is nog niet eens van de industrie, zeg maar zelf. Van door al die dingen, weet je wel? Hè? En anders zou ik nu moeten zeggen, Yellow Claw / Mighty Fool. Nou, als je ze niet kent, moet je ze even opzoeken op YouTube. Leuke vraag. Heel eerlijk gezegd, nee. Ik heb er nooit mee geschoten. Ik heb wel, we zouden gaan schieten ermee in Praag. Vorig jaar 2013 zouden we ermee gaan schieten, maar het ging weer allemaal niet helemaal goed. Ik wil het nog wel echt gaan doen. Ik ga het ook sowieso nog wel een keertje doen. Alleen, ik heb het nog nooit gedaan. Aan de andere kant, ik ben wel eens een keertje bedreigd met een wapen. En als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik echt eventjes mijn How I Met Your Mother serie. How I Met My Wife. Fuck. How I Met My Wife serie volgen. Ja, dit is gewoon een standaard. Dit is een vraag die wordt mij vaker gesteld. Want, weet je... Over het algemeen kunnen mensen er gewoon niet bij over hoe lekker en hoe geil ik ben. En dat snap ik ook wel. Ik bedoel, hè, waar
op YouTube, waar in de wereld, waar gewoon op tv vind je nou zo iemand die zo lekker is als wat ik ben? Ik snap het heel erg. En om deze vraag te beantwoorden, moeten we eigenlijk terug naar het begin. Daar ligt dus het antwoord. Ik hoop hiermee een beetje alle vragen beantwoord te hebben. Zo niet. Stel dan die vraag nog een keer, nog duidelijker eventueel. Mocht je een andere vraag hebben, stel ze er gewoon op. Stel ze gewoon neer en wie weet doen we gewoon nog eens een keertje een Q&A. En er komt sowieso weer een nieuwe video. Want dat weet je bij mij. Er komt altijd een nieuwe video. En de een is altijd beter dan de ander. Maar mijn geile kop zit erop, dus dan komt alles goed. Ik zeg later, tot ziens en vergeet niet te liken, jongens. Vergeet niet te liken. Bye bye.